Hoi Petra. Hoi. Welkom. Fijn dat je hier wil zijn. Jij bent psycholoog in het Erasmus. Ja. Er is veel onderzoek geweest, het laatste jaren vooral, over stress bij kinderen. Ja, dat klopt. Stress bij kinderen na chirurgische ingrepen, onder andere bij de ziekte van Hirschsprung. Wat is PTSS? Nou, PTSS, dat gaat over, dat is eigenlijk de afkorting van posttraumatisch stresssyndroom. En dat kun je oplopen als je iets traumatisch hebt meegemaakt. En het wil niet altijd zeggen, als je iets traumatisch meemaakt, dat je een posttraumatische stressstoornis oploopt, maar dat kan wel. Dus onder andere ingrepen, chirurgische ingrepen, kunnen stress geven? Ja, nou kijk, het gaan naar het ziekenhuis. Hè. Ik werk inderdaad in het Sophia Kinderziekenhuis. En je zei het al, ik ben psycholoog, ik ben psychotherapeut ook. Het ziekenhuis, dat is natuurlijk een stressvolle omgeving. Dus daar maak je stressvolle dingen mee. En dat kan dus zijn dat je daar binnen alles wat je tegenkomt, een posttraumatische stressstoornis ontwikkelt. Ja. Vooral oudere patiënten hebben best wel veel traumatische dingen meegemaakt vroeger. De witte jassen. Ik hoor nog steeds oudere patiënten die zeggen van ik ga het ziekenhuis niet meer in. Ik heb zoveel meegemaakt vroeger. Die witte jassen bezorgen me gewoon koude rillingen. Ja. Werd daar vroeger ook minder aan gedaan? Nou ja, dat denk ik wel. Kijk, nu heb je in het ziekenhuis, wordt er heel patiëntgericht en dus ook kindgericht gewerkt. Er wordt gekeken naar het hele gezin, het systeem om een kind heen. Ik werk bij de psychosociale zorg, daar werk ik als psycholoog. Maar ons team bestaat ook uit pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers. Dus er is echt een heel psychosociaal team omheen. En vooral de pedagogisch hulpverleners, dat zijn de mensen die kinderen voorbereiden op ingrepen, voorbereiden op ziekenhuisopname, begeleiden tijdens ingrepen, begeleiden tijdens ziekenhuisopname. En als psycholoog neem ik daaraan deel als behandelaar, maar soms ook als coördinator. Dus daar zit veel meer zorg en aandacht bij, wat denk ik vroeger niet zo was. Dan gebeurden de dingen onverwachts, onvoorbereid, waren ze heftiger dan gedacht. En dat maakt het natuurlijk heel, heel spannend en heel akelig. En als je dat maar vaak genoeg meemaakt, dan wordt dat naar, dan wil je dat niet meer. Kun je als ouder ook dingen weigeren? Ik kan me voorstellen dat zoveelste slangetje hier en daar, weer een slangetje hier, weer een slangetje daar, dat voor het kind, dat je als ouder misschien ook een keer kan zeggen, nou, nu is het genoeg. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik kan me voorstellen dat je daar behoefte hebt als ouder om dat te zeggen. En ik denk op het moment dat je dat voelt, dan zegt dat iets over de situatie. Dat je al heel veel mee hebt gemaakt met je kind. Dat je kind al heel veel meemaakt. Of dat je aan je kind ziet dat het een grens bereikt. En dan is dat denk ik heel goed om dat te bespreken met de behandelaar op dat moment. En om te kijken hoe je daar een oplossing voor kan vinden. Is dat slangetje echt nodig? Is het echt nodig? Moet het nu? Of kan het ook volgende week? En kunnen we eerst eens even rustig het kind voorbereiden? Kijk, wat belangrijk is dat het te doen blijft allemaal. Ja. En dat je niet te ver gaat. Dat een kind en ouders niet over hun grenzen te veel heen hoeven. Waardoor het toch een soort van veilig blijft. En die veiligheid die maak je ook door iets voorspelbaar te maken en vertrouwd te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus als je als ouders voelt dat het te ver gaat, geef het aan en kijk wat er mogelijk is. Want er zijn best heel veel mogelijkheden. Ja. Het spoelen thuis geeft natuurlijk ook heel veel stress. Want spoelen is gewoon niet tof. Het hoort niet in een normale gezinssituatie. Hoe kun je daar als ouder het beste mee omgaan? Ja, dat is natuurlijk inderdaad iets. Andere gezinnen hebben dat doorgaans niet. Hè? Dus het is iets wat er niet bij hoort. En ik denk dat het belangrijk is om te kijken om het toch tot iets te maken wat erbij hoort. En dat het een handeling is die vertrouwd is voor iedereen, die voorspelbaar is. Zodat het kind ook grip heeft op de situatie en dat ouders zich ook bekwaam voelen. En dat kan op verschillende manieren. Sommige kinderen moeten daarmee starten en ouders. En gaat het vanzelf? Hè? Gaat het makkelijk? Soms moeten kinderen het van jonge leeftijd al doen natuurlijk, heel vaak. En dan weten ze niet beter. En soms moet het ineens, terwijl het de hele tijd moest, moet het er toch weer ineens. En waar het om gaat is dat ook een beetje te doen blijft. Ja. En hoe kan je dat nou organiseren? Nou ja, door een goed plan te maken, door het voorspelbaar te houden, door ook het kind een soort controle en grip te geven, dus mee te laten doen. En als dat niet goed gaat, om te kijken wat kan je dan als hulp daarbij krijgen.
krijgen. En soms maak ik wel eens mee dat het zo heftig is, maar dat, het, hè, dat we toch met de artsen kunnen overleggen. Kan de frequentie wat omlaag, hè, dat er wat meer hersteltijd tussen zit. Als dat niet kan, samen met de thuiszorg kijken, kan de thuiszorg de handeling doen en kan de ouder het kind tot steun zijn. Hè, dat je goed de rollen verdeelt. En wat wij ook wel doen is dat bijvoorbeeld met pedagogische hulpverleners en met mij aan de slag gaan om een kind daarbij te helpen of te verwerken dat hij iets... Het kan soms ook zijn dat een spoelen ineens een nare ervaring is geweest. Of dat ze in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp of op een dat er op een nare manier gespoeld is. Wat dan ervoor zorgt dat dan de volgende keren ook niet goed gaan. En dan... net had je het over posttraumatische stress natuurlijk. Ja. Het wil niet zo zeggen dat een kind dan per se een PTSS ontwikkeld heeft. Maar het kan wel zo zijn dat zo'n handeling angst en stress en spanning oproept. En dat een kind zich eigenlijk weer zo voelt als dat hij zich toen voelde toen het niet goed ging. Ja. En dan kunnen we daar weer met een traumabehandeling bijvoorbeeld ervoor zorgen dat dat weer wat rustiger wordt. Ja. Dat doen wij in het ziekenhuis, maar dat kan op allerlei plekken kan dat. Dus ik denk dat het goed is om te kijken... Past het ons nog? Lukt het nog? En als het niet lukt, om dat echt bespreekbaar te maken. En de hulpverleners te vragen daar ondersteuning bij te bieden. Oké. Wij leren onze dochter om nee te zeggen. Nee, niet doen. Nee, dit wil ik niet. Stop, hou op. Maar ja, als ze dat tegen de dokter zegt, dan luistert hij niet natuurlijk. Nee. Maar het ligt er een beetje aan, waar zegt ze dan nee tegen? Wil ze niet mee naar het ziekenhuis? Wil ze niet mee naar binnen? Wil ze niet dat de dokter aan haar zit? Ik denk dat het goed is om die nee heel expliciet te maken met je dochter samen. Van waar zit hem dat dan in? En ik weet, heb jij een specifiek voorbeeld dat je zegt dat of dat is lastig nee. voor haar? Nee, bij onze dochter valt het allemaal gelukkig mee. Ja. Maar ik hoor natuurlijk heel veel situaties van andere ouders waarbij dit wel speelt. Ja, ja. Nou ja, dat ligt er. Wat ik altijd belangrijk vind, is om erachter te komen waarom dat kind dat nou zegt. Waar komt dat nou door? Hè? Is de dokter een keer te ver gegaan? Vindt ze het gewoon heel spannend? Gebeuren er toch te veel onverwachte dingen in de spreekkamer bijvoorbeeld? Hè, dat het niet aangekondigd wordt, maar dat er toch bepaalde onderzoeken plaatsvinden. Goed voorbereiden. Dus ik denk dat goed voorbereiden heel belangrijk is. Dus het ook zo voorspelbaar mogelijk maken. Want dan heeft een kind ook zoiets van, nou dan weet hij ook dat het klopt, hè, wat je zegt. En een eerstvolgende keer kan hij daar ook in meegaan. En ook geloven wat jij zegt. En dan kan hij je vertrouwen dat het goed gaat. En of dat het gaat zoals het afgesproken is. En dat geeft veiligheid. En als het te spannend is in de kamer bij de dokter, ja, ik zou proberen. Wat ik altijd wil weten is, waar komt dat dan door? Ja. En komt dat, nou ja, stel dat er inderdaad een keer in de kamer iets gebeurd is wat heel naar was. Nou, dan kunnen we daar weer mee aan de slag. En dan kan je daar als ouder ook mee aan de slag. Misschien gaat het wel om een stukje onderzoek wat de arts gedaan heeft. Zonder dat het kind dat wist of dat het toch pijnlijker was dan dat het dacht dat het zou zijn. En ja, maak dat bespreekbaar. Ja. Reageren alle kinderen hetzelfde op trauma's? Nee, dat niet. Kijk, traumatische handelingen of stressvolle handelingen dan. Dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat voor kind het is. Hè, we kijken natuurlijk naar de omgeving. Wat moet er gebeuren bij een kind? Maar de vraag is ook van, hoe gaat het met het kind zelf? En naar de kindfactoren. Is er sprake van autisme spectrumstoornis? Is er sprake van ADHD of ADD? Zijn er andere psychiatrische diagnoses? Begrijpt het kind het wel goed? Heeft een kind misschien op een ander vlak dingen meegemaakt waardoor het extra stressvol wordt in het ziekenhuis? Dus kindfactoren, maar ook ouderfactoren vind ik ook belangrijk. Als ouders een kind moeten gaan spoelen terwijl ze zelf een verleden hebben van seksueel misbruik bijvoorbeeld, is dat veel beladener dan dat ze dat niet hebben. Ja. Dus ik denk dat het ook goed is om daar naar te kijken en daar ook erkenning voor te krijgen. Want dan heb je ander soort hulp nodig om het goed te moeten laten lopen. Als de ouders natuurlijk zelf dingen hebben meegemaakt, zijn zij anders. Staan ze er anders in? In de hulp die zij hun kind kunnen bieden. Ja. En het kan zijn dat daarmee een handeling die doorgaans niet zo stressvol is, toch voor hen veel stressvoller is. En dat heeft weer invloed op het kind. Dus dan krijg je ook, dan zie je in de ouder-kindrelatie dat je reageert op elkaar. Ja. En dan kan er daar iets moeilijker worden dan misschien wel nodig is. Specifiek kijkend naar wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld wat voor handeling er moet plaatsvinden of wat voor bezoek aan het ziekenhuis er moet plaatsvinden. Dan is het dus goed om die factoren wel allemaal mee te nemen en daar goed naar te kijken en daar hulp bij te vragen. Ja. Want hetzelfde kan al zijn als je als ouder een nare ziekenhuiservaring hebt gehad. Of,
En dan moet je met je kind. En dan moet je met je kind. Ja, hoe ga je dat doen? Ja, dan heb je zelf al heel veel stress. Ja. En je moet als ouder beschikbaar dan blijven voor je kind. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Hoe herken je PTSS? Wat zijn de kenmerken? Ja, nou je hebt natuurlijk de PTSS als diagnose. Dat is eigenlijk een DSM-classificatie, dus een psychiatrische diagnose. En dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dan krijg je, dan is er sprake van PTSS. Je hebt ook in een ander stadium al sprake dat je zegt, nou je voldoet niet aan alle voorwaarden, maar iemand reageert wel heel stressvol of heel erg, voelt zich heel oncomfortabel. En waar het dan om gaat is dat je eigenlijk, als je iets heel stressvols meemaakt, dan sla je dat op in je lange termijn geheugen. En als dat daar blijft zitten en als dat niet goed verwerkt wordt, dan even heel simpel gezegd, dan blijf je daar last van houden. En op wat voor manier dan? Dat je eigenlijk bijvoorbeeld, simpel gezegd, in dezelfde soort situatie terechtkomt die niet zo stressvol is als toen, maar dat je je wel weer zo gaat voelen als toen. Dus dat je lichamelijke reacties gaat krijgen of herbelevingen. En dat zijn eigenlijk ook een beetje de kenmerken die bij de PTSS horen. Maar inderdaad herbeleven, de geluiden weer terug horen, beelden weer terugzien, naar dromen, slechte concentratie. Dat zijn eigenlijk allemaal tekenen waaraan je kan zien van, hé, wat gebeurt er nou met iemand? Ja. Er is er iets aan de hand. En dan kan het gaan om een PTSS of als je niet aan alle criteria voldoet, heb je iets stressvols meegemaakt. Ja. Ja, en wat is dat dan?